Hallo prankjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Ik heb net nagedacht. Ik heb gefilosofeerd over mijn wereld. Ik ben in creative geweest, niet in dit. Ik ben in creative geweest in een aparte wereld die ik al... En dan heb gewoon een willekeurige creative wereld. En heb daar even lekker in rondgebokt. Ik was aan het zoeken naar de juiste grootte voor mijn kamers. En heb ondertussen een heleboel hout verzameld. Zodat wij kunnen gaan beginnen met het bouwen van de eerste kamers van het huis. Dat was eigenlijk al de bedoeling voor de vorige aflevering, maar dat is het niet helemaal gelukt. Momenteel volgen zombies mij en ik heb een beetje honger, dus ik eet even gauw wat van dat duivelse zombievlees en probeer dan niet veel te bewegen. Zodat het nog een beetje effect heeft, anders dan lost het echt geen honger op, zeg maar. Dat is ongeveer hetzelfde als zout water nemen tegen de dorst. Ik ga niet wat voor leuk, grappig, fantastisch voorbeeld dat is, maar het is gewoon de harde waarheid. En soms is de harde waarheid ook gewoon een goed voorbeeld. Laten we beginnen met... Waar begin je met een huis? Het is heel moeilijk om uit het niet te zeggen, nou pof, hier wil ik mijn huis. In principe bouwden we het hier. Maar wil ik het eigenlijk wel hier? Dat is een rare zin. In principe wilden we het hier. Nou, stop even mee, jongens. Stop. Hé, een boog. Dankjewel. In principe wilden we het hier. Maar willen we het ook nog wel hier? Zijn onze meningen daarover nog steeds zoals die eerst waren? Want dat gaat wel betekenen dat ik die hele berg weg moet graven ongeveer. Voor mijn grappige punthuisje. Het wordt wel een grappig punthuisje. Dat is eerder ook al bepaald door mij. Oké, cool. We gaan gewoon beginnen. Met hele rare dingen. Ik doe 1, 2, 3, 4, 5. Hier deur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Deur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Deur. 1, 2, 3, 4, 5. En dan, als het goed is, kun je deze stukken met elkaar verbinden door 1, 2, 3, 4, deur. 1, 2, 3, 4, deur. En denk je, Rick, wat is dit? Zo wil ik alle kamers gaan bouwen. Op deze manier wordt één grote structuur. Iedere kamer moet verbonden zijn met vier andere kamers door middel van deuren, behalve de buitenste kamers. En dit gaat een gigantisch groot complex worden van dit soort kamers. En misschien is dit wel de hoeksteen. En bouwen we die kant op en die kant op. En uiteindelijk wil ik op het hele gebeuren een groot puntdak hebben. Ik ben echt totaal niet van de mooie structuren. Jullie hebben mij nog nooit echt een huis zien bouwen. Het huis dat ik de vorige keer was gewoon een trollhuis. Je hebt nooit een huis zien bouwen waarvan je denkt, oh, dat is best een mooi huis. En misschien is dit wel een aflevering of een poging van een huis bouwen. Nou, eindelijk misschien dat je denkt, hey Rick, dat huis dat je hebt gebouwd is best wel tof eigenlijk. Ik zat eigenlijk nog niet over te denken om dit per se de... Ja, het hout gaat er echt snel doorheen. Ik moet echt offscreen moet ik heel veel met hout gaan doen. Ik heb nu ook al offscreen redelijk wat hout verzameld. Dat kun je zien aan het hout dat ik bij me heb. Gelukkig heb ik gigantisch veel iron, dus ja. De pickaxes zijn momenteel nog in overvloed. Ik wil sowieso ook de dingen doen die niet van hout zijn, hoor. Het hele huis hoeft niet per se van hout te worden. Jullie weten hoe erg ik, als je de eerste 100 afleveringen van de Survival hebt gezien, hoe erg ik hou van het gebruik van verschillende materialen. Voor mij staat deze deur niet goed. 1, 2, 3... Nee, hij moet hier staan. Sorry deur, jullie bent de zwakste schakel. Tot ziens. Waar wil ik deze aflevering met jullie over praten? Over deuren. Ik heb een deur zojuist aangeschaft. Vond je het een mooie deur? Druk dan op deur. De deurknop, dat is nieuw. Dat is de like knop, maar dan met een deur erop. Dat rijmt. De deurknop, dat is een like knop met een deur erop. Ik heb niet echt iets heel speciaals om over te vertellen, behalve dat mijn leven zielig is. Jullie moeten een keer medelijden met me hebben. En waarom dan, Rick? Ja, gewoon medelijden is hartstikke leuk. Wat ik over heb is mijn gamegewoonte. Wanneer ben je sowieso überhaupt een gamer? Dat is ook een vraag waar ik mezelf eigenlijk wel eens bezig hou. Ik ben gamend filosoof, zou je trouwens kunnen zeggen. Wanneer ben je een gamer? Want vandaag de dag identificeert iedereen zich als gamer. Als je vraagt, ben je een gamer? Dan zelfs... ik kan zeggen, zelfs meisjes zeggen dat. Maar dat klinkt alsof meisjes geen gamer kunnen zijn. Tuurlijk kunnen meisjes gamers zijn. Alleen in het algemeen... Ik ken wel wat meisjes die gamen af en toe wel eens. Of die spelen één bepaald spel. Het zijn redelijk wat meisjes die spelen League of Legends. Als je alleen League of Legends speelt, ben je dan een gamer? Ik weet van mezelf niet of ik een gamer ben op het feit dat ik meer dan 70 games heb uitgespeeld alleen al op dit kanaal. Als je naar afspeellijst alle series gaat, zie je gewoon meer dan 70 verschillende games. Ik denk dat het verschillende games ook wel... Ik denk dat je dat wel mee moet nemen of je een gamer bent. Ik vind iemand die alleen maar FIFA speelt, is mijn mening, hè. Ik vind dat geen gamer. Maar misschien hebben jullie daar wat anders over. Idem voor Minecraft. Als je alleen maar Minecraft speelt, ben je dan een Minecrafter of ben je dan een gamer? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Aangezien gamer geen vaste term is waar wij afspraken over hebben als mensen. Maar het is wel iets om over na te denken. Wanneer ben je nou eigenlijk een gamer? Wat ik ga doen deze aflevering is beginnen met de eerste room. En wat ik daarvoor nodig heb is eigenlijk even een spade. Gelukkig heb ik gigantisch veel resources. Dat scheelt. Zoals jullie misschien al wisten, wil ik iedere kamer in mijn gekke huisje moet een aparte functie hebben. En de eerste kamer moet gewoon de functie hebben Wheat Farm. Want die hebben we hartstikke hard nodig momenteel. Dus is dat ook wat wij gaan maken? Ja, enig hè. Enig.
deze kamer. En ik heb al een beetje een ontwerp. Normaal gesproken doe ik me wat. En deze aflevering probeer ik nog een beetje na te denken wat ik wil doen. Overigens kreeg ik veel leuke reacties in de vorige video op het feit dat ik een musicbox had gebouwd. Van Rick is de enige YouTuber die in het begin van zijn survival serie al een diamond gebruikt voor een jukebox. En dat ik, ja, dat is ook wel wat waard. Ook meerdere mensen zeiden dat ik diamonds gespaand had. Ik zie mezelf vooraan om het te doen, maar ik heb het niet eens gedaan. Ik was echt gigantisch lucky. Dat is nieuw. Anders had ik die lava er niet bij gezet. Dan had ik gewoon een rechte gang gedaan. Gevuld met stone. En in een rechte rij allemaal diamonds gevonden. Veel minder moeite, joh. Ik vond het wel leuk. Ik vind het leuk dat mensen mij daar überhaupt van verdenken. Dat zijn wel mensen die mij goed snappen. Die snappen me beter dan de rest van de kijkers. Die me niet verdachten. Nee, die kijkers die me niet verdachten, moet je voorpassen. Dat zijn geen trouwe kijkers. Huh, wat? De kijkers die jou niet vertrouwen zijn geen trouwe kijkers. Rick, is dat niet een beetje raar? Ja, inderdaad raar, maar het is wel waar. Het is raar, maar waar. Maar wanneer ben je nou een gamer? Ja, wanneer ben je nou een gamer? Ik ben benieuwd naar jullie meningen. Wanneer ben je een gamer en wanneer ben je geen gamer? Ben je een gamer als je zoveel uur per dag games? Maakt dat je een gamer? Maakt het nog uit welke game dat is? Zijn mensen die Farmville spelen gamers? Gewoon een keer termen met jullie doornemen. Ik wil trouwens, dit heb ik niet van hout doen. Ik wil zeg maar, ik wil iedere room nog een beetje mooi indelen. Dit wordt dus de weed room. En precies in het midden van de room ga ik denk een kruisje doen van water. En de rest van de room geen water. Best wel, ja, een beetje raar. Ik zou ook water er helemaal doorheen kunnen lopen, weet je wel. Ik zou de randen van water... Ah, oh, dat is ook juist wel cool. Als ik de rand helemaal van water doe... En dan moet ik daar iets overheen doen, dat je niet in het water valt. Ik zou slabs kunnen doen, maar dat vind ik zo leuk. Dan kom je binnen en heb je meteen slabs. Nee, dat vind ik niet mooi. Ik zou... Oh, dit is wel cool. Alleen ik weet niet of dat werkt. Als ik hier water doe, of die planten dan goed gewaterd worden, zeg maar. Als ik hier water doe en dan met glas eroverheen, weet je wel. Ik weet niet of het gaat werken. Dat is een beetje een probleem. Ik heb sowieso wel ergens een bucket in mijn chest zitten waardoor ik water kan hossen. Dat is een goed begin. En ik heb ook nog wat dirt bij me in ieder geval. Omdat ik de buitenste rand heb weggehaald. Dat is natuurlijk de rand waar de meeste dirt in zit. Dat is de omtrek van het vierkant en zo. Zo. In ieder geval is dit wat ik wil doen. En dan water in het midden. Ik dacht aan een kruisje, omdat de symmetrie van de kamer is nu heel mooi, weet je. Alle kanten zijn even groot ten opzichte van elkaar. Ik ken al wat van dit hout. Als ik dit nou hier zo doe, dan krijgt de room in ieder geval nog een speciaal accentje, weet je. Wat er nog een beetje mooi uitziet. Dan ziet het heel symbolisch uit van, wow, deze kamer, dames en heren. Dit is waar het allemaal gebeurt. Wat gebeurt er dan? Ja, weed farm. Oh, oké. Als het goed is, dat is nu ook in lijn met de deuren inderdaad. En dan doen we dit, dacht ik zelf. Hè? Dat is een mening. En dan kunnen we hier nog roze wol in doen voor, weet je, het grapje. Gewoon als een grapje. Weet je, deze serie moet een mooi huis worden. Het moet niet serieus worden of zo, weet je. Pff, wat is serieus zijn? De heel serieuze vraag. Wat? Nog steeds om terug te komen op de vraag, wat is een gamer? Ja, ik kan erover praten, maar ik weet het gewoon oprecht niet. Ik weet oprecht niet wanneer je een gamer bent. Ik weet niet. Sommige games missen gewoon wat, weet je. Zoals FIFA. Ik ga niet zeggen dat het geen game is, maar als je alleen FIFA speelt... Ik vind verhaal in een game vind ik gigantisch belangrijk. Ik vind dat je moet ook echt... Ik heb toevallig gisteren Professor Layton en het Masker der Wonderen uitgespeeld. Die verhaallijn. Ik heb echt aan het einde van Professor Layton en de verloren toekomst... Die ook op mijn kanaal. Ik heb voor mij echt gehuild, als ik me kan herinneren. Of bijna gehuild. Ik had echt bijna tranen in mijn ogen. Omdat het zo'n goed einde was. De verhaallijn was zo spannend. Ik heb dat ding gewoon niet weg kunnen leggen. Dat merk ik ook bij het Masker der Wonderen. Dat is een game die gewoon 2 uur 's avonds in mijn bed lag te spelen. En dat heb ik niet met sommige andere games. Gewoon omdat de verhaallijn bindt mij niet. En voor mij is dat een heel belangrijk iets. Hè. Voor andere mensen weet ik niet. Dat is natuurlijk net wat voor gamer je bent. Maar als ik echt goed in een verhaallijn zit. Net als met een boek. Ja, oh, boeken. Ik heb dus juist de helft van mijn kijkers weggejaagd met het woord boek. Hoe jaag je veel kijkers weg? Zeg boek. Boek, boek, boek. Ik ga deze even meenemen. Ik zal van een home maken. Ik had nog wel een home, maar ik heb toch statistics, joh. Like I give a fuck. Kijk, moet je zo doen. Tadam. En ik heb toch 40 iron. En dan maak je een ho. Want het schijnt dat je dan meer loot als je farmt. Boeien. Like I give a fuck. Ja, in principe kan ik beter even gauw een infinite water source maken. Bijvoorbeeld, pak een beet hier. Maar dit is echt even heel flink beet gepakt. Hier zo. Dus ja, ik word afgeleid. En dan kom ik weer terug bij de vraag, wanneer ben je een echte gamer? Dat begint een beetje irritant te worden, of niet dan? Bla bla bla, niks aan. Hey, wanneer ben je een echte gamer? Oh, dat weet ik ook niet. Bla bla bla, wanneer ben je een echte gamer? Ik weet het gewoon echt niet. Dus laten we je mening erover achter. Ik ben wel benieuwd. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik ben zielig, zo begon ik. Ik game bijna niet meer buiten YouTube. En dat is heel raar. Ik heb gewoon het gevoel, als ik game, heb ik heel gauw zoiets van, hey, waarom neem ik het niet op? Dan maak ik me nuttiger. Want soms, als ik niet 2 video's opneem op een dag, voel ik me altijd een beetje nutteloos. Want dan krimp ik in op mijn voorraad. Ik upload 2 video's per dag, soms nog meer zelfs. En op het moment dat ik dan dus geen 2 video's op een dag upload, heb ik het gevoel alsof ik mijn dag heb verkloot, weet je. Want ik heb niks gedaan. Want ik heb geen video opgenomen. Misschien is het juist wel leuk om 1 deurtje nog in het midden te doen. Of leggen we zojuist de symmetrie wat beter neer. I don't know, dat ziet er ook wel cool uit, denk ik. Ja, dat is wel mooi.
Nou, dit is dus de dirtkamer. Deze ga ik helemaal vol pompen met de eerste soort ding die ik wil farmen. Ik kan er meteen een tweede farm op aansluiten die gewoon precies hetzelfde is. En dan heb ik alvast twee kamers. We hebben natuurlijk ook een slaapkamer nodig, waar je dit huis gaat alle functies vervullen en wordt eigenlijk precies hetzelfde als het vorige huis. Nou, en juist eigenlijk tegenovergesteld, want het vorige huis was in de hoogte. En dit huis wordt één groot vierkant. Hij moet wel vierkant blijven, geen rechthoek. Maar het verschil tussen een vierkant en een rechthoek, bij een vierkant zijn alle zijden gelijk. Oftewel, dit is een vierkant, maar als je weer een vierkant zou maken, moet je vier van deze kamers hebben. En uiteindelijk wil ik een gigantisch hoog dak gaan maken met netherrack ofzo, dat het echt een paddenstoel wordt die tot de max height gaat. En dat is wat we willen bouwen. Heb ik nog meer dingen? Maar ik ben zielig. Want ik game haast nooit meer zonder het op te nemen. En ik weet niet. Ja, ik kan het gewoon doen. Alleen, ik heb. Nou, en vaak dan neem ik het niet op. Omdat het laat is bijvoorbeeld. Dan kan je niet hard praten. En wat doe ik dan? Dan livestream ik het. Ik stream bijna iedere avond. Voor de mensen die me niet volgen op Twitter. The Binding of Isaac. Dat vind ik een hartstikke leuke game. Een van mijn lievelingsgames. En heb ik zoiets van, ja, weet je, ik kan wat doen. Ik verveel me. Ik ga even lekker gamen. En heb ik zoiets van, ja, waarom zou ik de game niet streamen? Als ik hem stream, zijn er een stuk of 10, 20 kijkers om 1 uur 's avonds. Die denken, hey, Erik is wakker, ik ga even lekker met je praten. Want dat is meestal wat ik doe. Ik praat gewoon met kijkers. Een beetje, hey, hoe gaat het met jou? Dan maakt het alles goed. Wil je nog wat weten van me? Tips voor opnemen, bla bla bla. En dat is hartstikke leuk om te doen. Maar het voelt ook soms een beetje raar gewoon. Het voelt gewoon raar als ik game zonder op te nemen. Want dan ga ik haast in mezelf praten. Het is echt serieus als het gebeurt dat ik gewoon in mezelf ga praten. Omdat ik zo gewend ben om bij een game gekke geluidjes te maken. En te zeggen, hey Jan, hoe gaat het ermee? Bats, boom. En dat heb ik ook als ik een vriend of zo hier heb. Niet mijn vriend, want ik ben niet homo. Nog niet, het kan veranderen, weet je, dat weet je niet. Als ik een vriend hier heb, dan ga ik haast ook gewoon uitleggen. Hey, dit is Jan, bam, dood. Dan probeer ik gewoon grappig te zijn. Die persoon is gewoon heel serieus een game aan het spelen. Ik probeer alsnog grappig te zijn. Ik probeer het vooral op het proberen. Ik zeg niet, ik ben grappig. Nee, ik probeer grappig te zijn. Dat is ongeveer mijn YouTube-carrière samengevat. Ik probeer grappig. Ik probeer het. Ik zeg niet dat het lukt. Ik probeer het in ieder geval. En proberen is de eerste stage van succes, denk ik. Dat heb ik zojuist verzonnen, dus neem die quote niet te serieus. Oké, cool. Wat eigenlijk het enige probleem is. Ik denk dat ik hier misschien een jack-o'-lantern op moet zetten. Ja, dat is best wel cool. Waarom? Het probleem is, misschien moet ik die zelfs in mijn huis verwerken. Als in een bepaald ontwerp met de muren, dat allemaal licht van pompoenen komt. Is dat misschien een beetje een raar idee, maar misschien kan ik er wat mee. Wat vind je daarvan? Jammer genoeg kun je niet live antwoorden wat je ervan vindt. Dat is altijd zo onhandig. In ieder geval van het midden van de room vind ik dat wel tof. En misschien ga ik dat vaker midden in de room doen. Dat wil ik omkeren. Ja, hier, jack-o'-lantern. Dat is een lichtgevende pompoen. Nou, dan zet je die in het midden van de kamer. Dus nog een beetje de symmetrie neergezet. Wacht, ik zou even dit blokje weghalen. Hoppa, en dan tada! Het ziet er wel cool uit. Heeft hij ook aan alle kanten zo'n gezichtje? Nee, dat is jammer. Dus dit is wel duidelijk de ingang geworden nu. En doe je wat zaadjes eromheen. Ik denk dat dit allemaal wel goed genoeg verlicht is voor de rest. Ik zal nog even wat torches door de kamer heen zetten die ik nu niet bij me heb. We hebben in ieder geval de eerste room gebouwd en ik kan nu zo een tweede eraan bouwen. Hoe bouw je de tweede eraan? Nou, gewoon precies hetzelfde doen als hier. Misschien als ik de volgende aflevering terugkom dat ik alvast wat rooms heb vooruitgebouwd. Gewoon qua hout, dat ik niet iedere aflevering eerst het hele frame moet bouwen. Dat is gewoon scheid irritant. Snap je? Je begrijpt nu wat je moet doen. Als je dit na wil bouwen, be my guest. Op de 25e aflevering zal natuurlijk weer voor iedereen en voor ieder de map download beschikbaar staan. En dan kun je ook lekker in. Ik kwak ergens nog een bordje neer met de coördinaten van het oude huis, als je daar nog heen wil. Dat is natuurlijk wel fijn. Misschien kun je wel met een commandblok neerzetten, eventjes voor mij, of helpen daarmee. Want ik vind het niet erg om in creative even gaan een commandblok neerzetten. Met een teleport, ik weet niet of dat mogelijk is hoor. Naar het oude huis. En weer terug, vanaf het oude huis een commandblok terug. Dat ik gewoon midden in de aflevering denk, hey, ik ga even naar het oude huis. Ik wil geen spullen daar meenemen, vind ik flauw. Of we moeten echt dingen gaan kijken, music discs. Oké, weet je, boeit iemand dat als ik music discs meeneem uit mijn oude wereld. Ik kan een farm maken daarvoor, dat kan ik. Dat is best wel leuk om te laten zien, dus eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet. Maar weet je, een voorbeeld was het, hè. Stel dat, music discs. Ja, en dan, Rick, stel dat, music discs. What about it? Niet zoveel, hoor. In principe worden mijn rooms altijd 3 hoog, dat vind ik fijn werken. En als ik dan iets hoogs wil bouwen, dan bouw ik het in de grond. Geef toe, deze room ziet er best cool uit. Ik vind hem in ieder geval best cool, dus ja, wat jij er nou van vindt, boeit maar, ik heb maar niks kijken. Haha. En ja, dit huis gaat echt iets worden. En ja, mijn ziekte dus, behalve 3DS. 3DS is iets wat ik niet kan streamen en daarom ben ik ook heel vrij om wat lekker in mijn bed te doen. En bijna iedere avond voordat ik ga slapen, speel ik eventjes een 3DS game. Ja, dat is mooi hè. Dan denk je, oh Rick, wat een gekke jongen. Nee hoor, hij speelt wel 3DS games voor het slapen gaan. Ik zit te twijfelen. Zullen we het dak van hout doen? Of zou ik dat witte spul op het dak doen? Misschien ziet dat er wel cool uit. Zo'n witte laag. En dan komt dat dakje erop. Ik denk dat het heel cool kan worden. Wat sowieso nog mis dingen zoals ramen en zo.
Ja, ik weet niet. Als het, aan de binnenkant van je huis wil je dat niet. Ik denk dat je echt de buitenste laag uiteindelijk ramen wil hebben. Maar dit is gewoon hoe je nou door je huis navigeert. Ik wil, moet ook bordjes neerzetten misschien. Gewoon ergens in het midden. Een hele grote room met allemaal pijlen van die kant, die kant, die kant. Dit is in ieder geval de weed farm. Ik heb dit er ook nog door. Weet je, het ziet er wel mooier uit zo. Ik zou ook gewoon dat pad door het midden kunnen laten lopen, maar dat is denk ik niet mooi. Ik vind hem zo, ik ben echt tevreden over deze room zo. Misschien dat ik de hoekjes nog eventjes eraf haal. En er ook water in stop. Ik weet niet of dat nog helpt voor de bevruchting van mijn grond vol met zaden. Dat durf ik niks over te zeggen. Laat echt eventjes je reactie achter over wanneer je een echte gamer bent, want ik ben gigantisch benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Soms ben ik gewoon echt heel benieuwd en dat is chill. Dan ben je benieuwd naar wat andere mensen vinden. En stel, jij wil iets weten. Je bent benieuwd, wat vinden andere mensen ervan? Dan is dat moeilijk. Want dan moet je het aan je vrienden vragen. Hey, wat vind je ervan? Dan krijg je één mening. Ik kan gewoon in één keer tegelijk in één film met één vraag. Kan ik in één keer 1000 meningen naast elkaar leggen. Dat is heel fijn. Want ik ben... Ja, dat vind ik fijn. Ik ben altijd wel benieuwd wat mensen van dingen vinden. En ik wil altijd graag aan mensen delen wat ik van dingen vind. Ja, dat mixt dan heel mooi hier zo. Of niet dan? Vorige aflevering had ik trouwens nog gevraagd over dat viewhoeren. Van voor mij en voor jullie misschien ook. Als je wil dat mijn YouTube kanaal groot wordt. En dat ik gelukkig kan zijn. En misschien lekker zakcentje verdienen. Zodat ik meer games kan kopen. En giveaways kan doen. Al die zin ook. Heb ik eigenlijk wat likes nodig. Maar ik wil niet een hele video verbedelen. En de main conclusie was van. Erik, wat vind je het best als jij zegt. Bij 3000 likes volgende aflevering. Een XXL aflevering. Of volgende aflevering. Doe ik gek leren aan. Weet je wel, dat soort shit. Vonden jullie wel goed. Alleen doe het niet de hele video. Zeg het gewoon op het einde. Of op het begin. Bats, boom, klaar. Dus dat ga ik voortaan doen, denk ik. Ik ga wel gewoon wat willekeurige dingen. Ik heb geen zin om iedere keer... Ik zie wel. Ik kijk wel hoe het afloopt. En als ik daar heel veel negatieve reacties op krijg, dan stop ik er gewoon weer mee. Dat is heel simpel. Maar de meeste mensen hadden zoiets van... Ja, we gunnen je ook wel om wat bekender te worden op YouTube. En ik vind... Ja. Weet je, je vindt die video's leuk en we zien graag dat je... Er nog meer mensen naar kijken, dat wordt blijkbaar gegund. Want iedereen in de wereld verdient dit te zien, deze teringsvideo's. Dus ja, het wordt je gegund. Daar dank ik je voor. Kijk, als je die mening hebt. En als je die mening niet hebt, is het ook niet erg hoor. Je mag hem ook niet gunnen. Misschien ben ik wel je kleine geheimpje. En kennen jouw klasgenoten maar niet. En vind je dat juist heel cool? Van Rick van Serpent Gameplay. Ik ben wel het oude Serpent Gameplay kwijt. Dat is misschien raar. Ik weet niet. Vroeger was Serpent Gameplay iets anders. En dat is niet heel negatief of zo, maar... Ik mis het Serpent Gameplay niveau. Vroeger speelde ik games... Dan speelde ik een game genaamd De Drie Vrienden van de Manege. Het geheimzinnige ongelukje. Over paarden. En ik weet niet, ik mis dat... Een beetje het B-game niveau mis ik een beetje nu. Van echt pure kut games. En die wil ik er zeker weer in gaan verwerken. Het is natuurlijk momenteel nog bezig met mijn monteur. Maar toen de tijd speelde ik heel veel Freddy Fish en zo. En dat wil ik weer wat meer heen. Ik wil weer Freddy Fish spelen. Ja, dat wil ik gewoon. Dus ja, dat gaat ook zeker binnenkort weer terugkomen. Dat is een beetje iets wat ik mis. Nostalgie naar de iets eerdere Rick van Serpent gameplay. Voor de rest ben ik nog steeds een leuke kerel hoor. Ik had vandaag weer... Ik begin ondertussen ook last te krijgen van mijn fame. Want ik ga soms wel willekeurige gesprekken aan met mensen die ik zie op school bijvoorbeeld. Alleen dan zijn het opeens kijkers en dan kom ik dezelfde middag weer terug op Twitter. Ik zie een klein jochie staan. Ik zeg tegen hem, hey, doe dat thuis ook. Ga er met me verveel en ik val graag kleine kinderen lastig. Doe dat thuis ook. Zegt hij wat? Ik zeg, ja, staan. Zegt hij, ja. Oh, heb je geen stoelen thuis? Zei ik tegen hem. En dan zie je dat opeens vanmiddag weer op Twitter staan. Was het gewoon een kijker voor mij. Soms dwarsboomde hem ook. Ik zag er eens drie jongens op mijn tweet. Zeiden allemaal, oh, Rick dit, Rick dat. Terwijl ik in de straat stond. Ik zei, hey bitch. Ik dacht, hey, die jongens herkennen me. En zeggen, oh, kijk, dat is Rick van Serpent Game. Daar ga ik gewoon vanuit, weet je. Dat is, ja, ik word misschien 1 of 2 keer per week herkend. Dus mijn ego zegt dan, oh, Rick, ze herkennen je. Je bent beroemd. Ik zeg, hey bitch. Bleek het niet over mij te gaan. Ik kreeg rare blikken van... Noemde die jongen me nou net een bitch? Ja, dat was ik. Dat is een grapje. Dat is een grapje. Ja, sorry, ik ben beroemd. Dat klinkt heel droog, ja. Ik vind mezelf ook nooit beroemd. Ik had laatst, zag ik Twitter van... Oeh, ik krijg een mention van een grote YouTuber. Nou, dat voel ik me helemaal niet. Ik voel me gewoon Rick, die jongen die video's maakt. En altijd als ik 10.000 views krijg op mijn video's als deze, denk ik... Wat? Hier kijken 10.000 mensen in een individu naar. Die liggen nu, misschien sommigen liggen nu lekker in hun bed met hun sokken aan. Net als ik lig graag in bed met mijn sokken aan. En die kijken nu hier naar. Wat? Zo voel ik me echt. Waarom? En waarom kijk je dit? Is het leuk? Ik hoop het. Nee, het graf. Oh nee. Ik zet er wel gewoon rip op. Lekker makkelijk. Ik ben moe. Ik ben moe? Wat is het? Redenatie. Gewoon even snel rip, anders ga ik dood. Anders ga ik dood. Rip. En een bloemetje in me terug. Hoppakee. Hoppa. Sorry, creeper. Waarom doe je dit nou? Ik ga even met mijn kippen kijken, trouwens. Misschien zijn ze wel van de leg. Net als in die aflevering van Ernst en Bobby.
Misschien zegt dit je wat, misschien niet. Dat is Ernst en Bobby op de boerderij. Echt de roots van Ernst en Bobby. Ik kan deze eieren bewaren voor als ik een kippenfarm wil. Ik heb geen zaden bij me, anders ging de kip wel even laten vurken. Ik kan ook gewoon een slaapje doen, bedenk ik me opeens. Hé, hey, je kan ook slapen in deze game. Wat is dit nou weer voor raars? Even een tukje doen. Oh ja, er zijn monsters nearby. Deze trapdoors zijn wel super hip trouwens. Nou, in ieder geval. Ik hoop dat ik nog eens wat leuks heb verteld in deze video. Ik denk dat verhaal van school was sowieso wel leuk. Als je me ziet in ieder geval op straat, zeg een keer hoi tegen me. Dit is goed voor mijn ego. Ik voel me nooit echt een grote YouTuber, maar de laatste tijd word ik best vaak herkend en zo. Dat vond ik best wel tof. Gewoon de realisatie, want als ik 10.000 views, zeg maar niks. 10.000, ja, hoeveel is 10.000? Ja, 10 keer 1000. En dat is weer 10 keer 100, dat is weer 10 keer 10. We weten allemaal wat 10.000 getal is, maar beeld het je eens voor. Hoe groot ziet een zaal vol met 10.000 mensen eruit? En dan kom ik op de Dutch YouTube Gathering vorig jaar. En dan zag ik die hele grote zaal vol mensen. Dit zijn 2.000 mensen. En ik denk, wow. Dus gewoon, die zaal, doe dat keer 10. Flikker een hele grote beamer er neer. En dat, met dit filmpje erop. En dat kijkt daar nu naar. Dat is echt gigantisch raar om te beseffen. Dat zoveel mensen dit kijken. En dat zie ik niet als ik thuis achter mijn computer zit en één keer in de week zit iemand, hoi Rick. Dan besef je dat er 10.000 mensen dit kijken. 10.000! 10.000! 10.000! Dat is veel! 10.000 is, zoals ik net al zei, is 10.000. Ja, zeg maar. Zeg maar. Dat is een gekje. Een gekje. Voor de rest, ik ben heel blij dat Sven Kramer verloren heeft. Kut, er komen de dislikes. Ik had al ruzie op Twitter ook. Ik gun het Sven Kramer niet. Nee, eigenlijk gun ik het hem wel. Hij heeft heel hard gewerkt hiervoor. Maar alsnog, ik vind het leuk. Hij was zo de favoriet en iedereen deed... Pff, Sven Kramer wint toch. En dan doet hij het niet. Dat vind ik leuk. Verwachtingen, jongens. Expectations. Go to hell. Als je weet welk nummer dat is, dan wil ik met je trouwen wellicht. Als je een man bent ook hoor. Maakt niet eens uit. Dus van 3 Days Grace, Expectations. Gaat luisteren. Het begin is heel lekker. Gewoon de deuntje al. Dit klinkt heel kut voor jullie. Voor als je het nummer niet kent, gaat even luisteren. Expectations. Expectations. Go to hell. Zo gaat het nummer trouwens. Voor de fight nog niet wist. Expectations. Go to hell. Ik ga maar even deze dingen vergroeien, Jan. Want ze doen het zelf niet, hè. Zo. So, oh, ik moet wel mijn hoog gebruiken. Dan heb ik die speciaal mee van wow, meer loot en zo. Ik weet niet eens wat het waar is. Het is me gewoon een keer verteld. En daar geloof ik dan in. Ja. Raar, hè. In ieder geval. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben van deze aflevering. Ik zit altijd met een aflevering. Dan heb ik ook zoiets van... Jullie kijken dit. Er zijn meer dan 100 Nederlandse Minecraft-kanalen. Of tenminste, kanalen die Minecraft uploaden. Ik wil zo niet per se voor dat soort Minecraft-kanaal. Ik ben een kanaal waar Minecraft op gespeeld wordt. Hè. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn, in ieder geval. Er zijn er meer van 100, makkelijk meer dan 100 van in Nederland. Waarom komen mensen naar mij? Dat gok ik. Omdat ik leuke verhalen heb. Of mijn ideeën voor deze survival-wereld is zo exceptioneel. Dit is nog nooit gebeurd. Of jullie komen omdat ik bijvoorbeeld leuke verhalen heb. En daar ga ik dan vanuit. Dus dan, als ik geen leuk verhaal heb verteld in een video, dan voel ik me een beetje kut aan het einde. Van, oh, zal ik hem wel uploaden? Maar ik heb wel belangrijke dingen gedaan. De eerste kamer van mijn huis is gemaakt. Dus het is een beetje raar als ik hem niet upload. Weet je, zo zit ik dan in mijn hoofd. En dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Dus ja, ik hoop dat ik iets leuks heb verteld. En laat je mening serieus even achter over dat gamen. Want het is echt iets waar ik mee zit in mijn hoofd. En zijn er misschien, wat ook leuk is, misschien de man even nog gauw, is de Let's Play Vloek. Dat is iets wat jullie waarschijnlijk niet willen zeggen, maar het komt bij mij gigantisch bekend voor. En andere mensen die misschien een game kunnen hebben ook. Dat houdt in dat altijd, op het moment dat je op record drukt, op eenmaal aan het streamen bent, het gaat nooit goed. Als ik heb bijvoorbeeld Mario Sunshine, is een game waar ik uiteindelijk goed in ben. Een hele moeilijke game, vind ik zelf. Vooral de secret levels, verdiep je eens een keer in die game, dan weet je wat ik bedoel. Hoeft niet per se hoor. Er zitten bepaalde levels in, dan moet je springen van platformpjes, maar dat is ongeveer kut. Want de platformen bewegen, zo nog eens 3D. En je hebt je coole spuit niet, waar je normaal makkelijk sprongen mee kan corrigeren. En dat is kut. En dan denk je, nou oké, ik heb heel vaak geoefend en misschien voor de opname oefen je zelfs eventjes het level. Gaat hartstikke goed, 10 keer achter elkaar gehaald, denk je, nou bats, ik knal die opname aan, ik ga even laten zien hoe het werkt. En opeens, lukt het je niet meer. En dat is één, natuurlijk ook omdat je praat, dat gooit zeker je concentratie gigantisch omlaag. Maar twee, ook andere dingen. Wat vinden jullie, zou ik trouwens dat dak van het witte spul doen? Want ik zou dus te denken om, ja, we kunnen in principe ook twee lagen op elkaar doen en dan... Weet je wel? Snap je wat ik bedoel? Dan we zijn maar, in plaats van één verdieping, alsnog een tweede verdieping erop doen.
Dat zien we dan. We zijn nog lang niet klaar. Ik doe er nu gewoon nog even geen dak op. Ik flikker even een dak van stone op of zo. Daar heb ik lekker veel van. Dit is gewoon een idee. Ik wil eerst een vorm hebben en een idee. En dan uiteindelijk heb ik iets van dit wordt het. En dan gaan we toch een gigantisch project bouwen, jongens en meisjes. In ieder geval bedankt kijken voor deze aflevering. Ik heb het al heel vaak gezegd, maar laat even je mening achter. Over wanneer ben je een echte gamer? Wanneer ben je een gamer? Zijn mensen die Flappy Bird spelen, gamers? Ben je een gamer als je x aantal games hebt uitgespeeld? Moet je een console hebben om een gamer te zijn? Moet je een goede PC hebben om een gamer te zijn? Moet je zoveel geld hebben uitgegeven aan games om een gamer te zijn? Moet je gewoon een game spelen? Want dat vind ik... Of wanneer ben je een hardcore gamer dan? Wanneer ben je een hardcore gamer? Moet je dan dat... Moet je dat koppelen aan uren? Moet je dat koppelen aan één game waar je heel goed in bent? Dat is iets om over na te denken. En daar ben ik heel benieuwd naar. Zoals ik al heel vaak heb gezegd deze video. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. Ik ga dus gauw nog zo'n kamertje aanbouwen, denk ik. En dan kom ik de volgende aflevering terug met wat openbaringen. En dan gaan we lekker verder met aan dit huis sleutelen. Tenminste, ik hoop dat je dat leuk vindt dat ik aan het huis sleutel. Want dat is wel het hele idee van een Survival 2. Als een kijker me eventjes via Skype of iets kan helpen met command blocks. Dat ik in één keer naar een ander huis kan teleporteren. Gewoon voor tussendoor voor de leuk, weet je. En als de map down er eenmaal is, dan kun je gewoon tussen die twee huizen wisselen. Dus dat is vooral leuk voor jullie. De kijker, de liker. Want het zou fijn zijn als je hem liked. Ik weet niet of ik iets tegenover wil zetten. Like hem gewoon. Dat zou ik heel tof vinden. Kusje. En misschien dat binnenkort wel iets grappigs doe. Van nee, dan doe ik een roze speedo aan of zo over mijn hoofd. Laat ik mijn onderbroeken zien. Bij de 3000 likes. Dat is wel een pittige, anders verschuif ik gewoon de volgende aflevering. Laat ik mijn onderbroeken zien. En dan ga ik gewoon één voor één reviews doen. Van mijn onderbroek in de volgende aflevering. Die waarschijnlijk zondag online komt. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vanavond komt een nieuwe Professor Layton. Denk ik. En ik moet ook echt even beginnen met Postal 2. De DLC. Die is ook fantastisch. Ik ga nu lekker streamen. Lekker The Binding of Isaac. Zoals ik net al zei. Ik weet niet. Ik vind het gewoon leuker om te streamen. Om gewoon met de kijkers te praten. Ja. Ik vind het zo leuk om met kijkers te praten. Ik ben gewoon benieuwd. Nee, jullie zijn zo ingewikkeld voor ons. Jullie snappen mij misschien niet. Van hé, wie is die Rick? Wie is die jongen die nou achter die camera zit? Wat doet hij de hele dag? Maar ik heb nog meer. Wie zijn die kijkers? Wat denken ze? Wat zijn hun motieven om mij te kijken? Hoe hebben ze mij gevonden? Ken je me via Banjo Town? Ken je me van Community Craft op DDG? Laat dat ook even achter trouwens. Of doe dat de volgende keer. Maar kijk maar wat je achterlaat. Ik lees wel even. Ik blaal even gauw de comments heen. Hopelijk snap ik nog wat van alle vragen die ik wel niet heb gesteld. Vergeet even te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Maar 3000 likes laat ik mijn onderbroeken zien. En bij 1500 sowieso een volgende aflevering. Maar dat is redden we zo. Gewoon even. Oké? Okay? Gewoon even. Volgende aflevering. Leuke dingen. Deze aflevering. Leuke dingen gedaan. Vorige aflevering. Minder leuke dingen. Nee, die vorige aflevering is ook leuk. Die daarvoor was minder leuk. Als je niet weet waarom, moet je maar kijken. Pff. Tot de volgende aflevering. Doei!